Buitenwerken is voor mij heel fijn en geeft me ook rust. De Nijmeegse RIBW Tuinclub is al tien jaar dé plek voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die zich bezig willen houden met werk in het groen. De tuin waar ze nu in werken moet verdwijnen. Daarom zijn ze op zoek naar een nieuw stuk grond van ongeveer 1250 vierkante meter. Volgens Tom Samson is het belangrijk dat deze mensen in de tuin kunnen blijven werken. Bij tuinieren kunnen mensen. Zeer zeker de regie nemen in de dingen die ze doen. Er komen een hoop talenten bij kijken om te kunnen tuinieren. Dat leer ik mijn mensen. En dan heb je het bijvoorbeeld over discipline, zelf de regie nemen, doorzettingsvermogen. Dat soort talenten komen eigenlijk pas tot uiting als je met een kaal stuk grond begint. En je bouwt met z'n allen naar iets moois toe. En drie kwart jaar heb ik zoveel geleerd. Over tuinen. En wat Tom ook zei, van het begin af aan, dat het hier net zo kaal was als nu. En dan moet je spitten, en dan moet je alles gaan saaien. En aan het eind van het jaar moet je alle saaidjes eruit halen. En dan ga je dingetjes maken. Gewoon, en ik wist helemaal niet dat ik die kwaliteit had. Maar gewoon omdat hij je de kans geeft, uh, denk je van: ja, waarom niet? En dan denk je van: dat kan ik wel. <laughs> dus, ja, mooi, ja. Tips voor een nieuwe plaats voor de tuin kunnen naar het RIBW of naar RN7. Wij zorgen dan dat ze terechtkomen bij Tom.